Als het loodgewichtje op de bodem door de wind bijvoorbeeld wordt meegenomen, dan kun je wat zwaarder gaan, dan kun je er een loodgewichtje bij zetten. Hele mooie vis, op de pen. Oké jongens, dit kan je nooit geloven. Ik zie gewoon het staart van een steur naast de pen in hoofd komen. Typische winterholding. Mag hij zoals gezegd weer lekker gaan zwemmen. Ga maar lekker groeien. Dag. Doei. Zo, goedemorgen allemaal. Ik ben onderweg. Rondje. Het is mistig buiten. Het is half januari. En ik ben onderweg naar een van de penplekken. Ik ga overal wat voer achterlaten. Ik ga straks de hengel opnieuw optuigen. Die heb ik gisteren moeten doorbijten. Dan ga ik jullie laten zien hoe ik mijn penmontage optuig voor zowel het kanaal als voor parkwaters, als voor polderwaters. Het systeem werkt allemaal hetzelfde en is super makkelijk. Je moet alleen even begrijpen hoe het nou precies functioneert. En als je dat eenmaal snapt, dan kun je op elk watertype kun je gaan pennen. Nou, het kanaal wil nog niet zo heel erg goed lopen. Ik ga er straks wel even langs, eventjes wat voer achterlaten, maar ik zag je helemaal nog niet echt koud. De luchtdruk is enorm hoog en de temperatuur schommelt. Van 2, 3 graden naar 7, 8, 9 graden. Dus ik heb nog niet echt het idee dat ze daar op die winterholdings liggen. Maar ja, eerst voorlopig is de laptop toch nog niet gemaakt. Dus hebben wij sowieso nog genoeg momenten om te gaan vissen. En dan hoop ik dat ik voor jullie ook natuurlijk... Ah, je zacht help. Ja, sorry jongens, moest hem dieken in de bloopers. En dan hoop ik dat ik natuurlijk ook voor jullie een kanaalvis kan laten zien. Een winterse kanaalklomp. En dan, penvis jongens, dat is prachtig. Ga het zeker doen, ga het proberen. En misschien komt deze video pas tegen het voorjaar online. En dan is juist de mooiste tijd. Dan heb je geen excuus meer dat het koud is. Gewoon gaan met die pen. Winterholding zoeken. Je leert er zo enorm veel van. Ik ga jullie laten zien hoe ik het helemaal optuig. Nou, mooi schuppie. Heel kleintje hoor. Maar toch op het pennetje in januari. Dat is altijd lekker. Op een wurmpie. Ja, precies. Op een wurmpie. Nou, hij heeft er aardig zin in. Ja jongens, en ook de tweede vis. Nou, eigenlijk binnen no time op het wurmpie. Het zijn wel hele kleintjes. Dus we gaan nog maar snel achter wat grotere vissen aan. Nieuw stekkie. Ik denk, nou, we kunnen het altijd eens proberen hier. Maar het is niet echt helemaal wat ik voor ogen had qua formaat. Maar goed, kijk, jullie zien het. Wurmpje hakt nog uit zijn bek. Maar, ach. Het is toch leuk. Het is toch leuk. Oké jongens, dit gaan jullie nooit geloven. Ik zie gewoon het staart van een steur naast mijn pen omhoog komen. Dus wacht tot hij hem pakt. Ik moet alleen even mijn handen omwisselen, want ik heb nu de verkeerde hand in de verkeerde camera. Oh, fucking spannend. Oh, fucking spannend. Ja, komt hij weer. Ja, onder mijn hengeltop jongens, onder mijn hengeltop. Zie ik de staart van een steur, onder mijn hengeltop. Hopelijk pakt hij het wurmpie. Het zou toch wel even geniaal zijn. Oké jongens, hang het eraan. Een steur. What the fuck? Gewoon even binnenhalen jongens. Ja jongens, dit kan natuurlijk maar één ding betekenen. Dat betekent dat hij gewoon in het netje zit. Hè? Bizar. Dat heb ik toch met die beesten. Op het wurmpie. Prachtige steur, ik ga hem naar de kant halen. De beelden van net waren niet helemaal gewenst. Ik ga hem nog... Sorry. Hey, zeg nu maar hoor. Ruben, carp live. Carp op zijn Engels. Carp live. Aan elkaar. Even abonneren. Alright, de beelden van net waren niet helemaal scherp. Ik zal er even wat overheen plakken. Daarom laat ik hem nog heel eventjes gauw aan jullie zien. Want zo'n visje moet je natuurlijk wel mooi op de film hebben. Kijk eens joh.
Geweldig, wat een mooie vis zeg. Klein bekkie, lang, dun, gewoon op een wurmpie, in januari. Ben vissen, well done, prachtig. Man. Thank you man, cheers, have a nice day. Heerlijk. Fantastisch. Nog één fotootje en dan mag hij lekker gaan zwemmen. En weg is ze. Fantastisch. Heerlijk. Wat een prachtig resultaat. Yes. Alright mensen, ja, ik denk dat ik wel een beetje mazzel heb gehad met deze steur. Want kweekpellets 4,5 mm, die vis ik graag in de winter. Je ziet dat het heel snel oplost. En in ieder geval, ondanks deze watertemperatuur, lost het nog vrij snel op. En dat is natuurlijk wel mooi. Het is een en al attractie. Het heeft wel op de druk bevistere wateren voor echt zijn voordelen. Ja, die vissen die vinden dat gewoon lekker. En dan alsnog, kijk. En dan, haakje van ESP meen ik. Haakmaatje 8 uit mijn hoofd. En dan gewoon een aantal wurmpjes erop rijgen. 2 of 3. En gewoon zo'n bakje. Kun je ook gewoon weken goed houden in je auto. Ja, dobbertje. Volgens mij is dit een half of een of anderhalve gram. Ja, dan is dit een beetje de presentatie, zeg maar. Ik heb even het lijntje doorgebeten voor die steur. Eventjes netjes onthaken. En ja, perfect. Heerlijk. Wurmpie bungelt nog uit zijn bek. Maar is toch een mooie visie. Dat moeten wij niet hebben. Maar dat wat power zeg. Appetee! Jij doet het gewoon zonder stokken? Wel ja, echt proost toch? Jij doet het gewoon zonder stok. 1, 2. Jawel hoor, hij is binnen. Yes! Dikke man, lekker man. Heb je het onthaakmatje ook? Ja. Ja. Even die grove maisdelen haken eruit. Haak alleen wat hennep en wat pelletjes over. Ik heb nog een drukje. Ja? Zo, ook een beetje, meer als voldoende. Oh, kut. Ik heb deze kant gezien, heb ik hem gelegd. Maar ik kan het oplopen, anders een balletje weg zo druk. Ja, maat, als je ze goed kijkt, je ziet ze gewoon. Ja, ja. Ook mijn pennetje is weggeschoten. Na de vis van Martijn. Een hele mooie actie. Heel oude pennetjes aanwezig. En de hele basisschool is uitgelopen. We gaan hem even uitdrillen. Ik ga een video maken en dan ga ik een paar foto's maken en dan mag hij weer lekker gaan zwemmen. Kijk, nu kan je hem echt zien. Het is karpen. Alright, dames en heren, onder het gezelschap van iedereen hier. Een hele mooie vis op de pen. Ah, dit is in januari natuurlijk fantastisch. Ik heb gevraagd of iedereen abonneert, dus de abonnees schieten omhoog. Jullie thuis ook nog even abonneren en dan mag deze vis wel lekker gaan zwemmen. 24 hours later. Kijk eens jongens, jullie zien ze gewoon azen. Ik heb het helemaal nog niet klaar. Ik ga er gelijk wel wat voer op gooien. Ze liggen er volop hoor. Kijk. Je ziet gewoon de staarten. Typische winterholding. Kijk dan. Oké jongens, camera weg. En heel snel die hengel weer het water in. Alright, kijk, ik prik die wormen dus gewoon precies door het midden heen. Daardoor blijft ook de meeste beweging onder water ontstaan. Nee. Ja, jullie zien het. Heel simpel. Stoppertje aan de voorkant. Stoppertje aan de onderkant. Speldworteltje. Ik snel van pen kan verwisselen. Eén enkel loodhageltje. Dit dobbertje is 0,5 gram. Dit loodje is 0,6 gram, ultra licht. En dan met een trosje wormen. Ik gebruik alleen de pellets, de mais die erin zit, die gebruik ik niet. 4,5 mm kweekpellets en gekiemde hennep. En de vissen liggen er al.
Ja, die wormen, dat gaat echt als een speer. Ik ga er even goed voor zitten. Eigenlijk de grootste tot nu toe. We verwachten natuurlijk geen echte grote vissen, maar... Het is toch wel een hele mooie visser, moet je kijken. Beetje ontspannen, hij is nog wel een beetje drukjes. Hou hem laag bij de mat. Oh. Kijken of hij er even goed op wil. Ja, kijk eens. Ja, schitterend, joh. Grote... Ah, hij heeft er echt geen zin in vandaag. Maar we houden geduld, laag bij de mat. Kijk. Mooie vis, grote kop erop, hé. Ja, die lusten wel een portie wormen. Ja, met die wormen gaat het echt fantastisch. Yes. Ik heb wel gelijk wat voer erin gegooid. Op naar de volgende. Zo. Karpers hebben het voor nu toe nog... We hebben het 1-0 gewonnen. Dat is magertjes, maar op zich oké. Okay. Ja, hoe ik het doe is eigenlijk vrij simpel. Ik zal de close-up shots naast zetten. Ik gebruik een dubbel stoppertje. Allereerst als hoofdlijn een 2800ste nylon. Wel drijvend. Volgens mij heb ik een lijn van... Zou ik even moeten zoeken. Weet ik niet meer. Kleine speldwartel. Hiermee verwissel ik makkelijk de pennetjes. Dus dan kun je wat zwaarder. Als het loodgewichtje op de bodem door de wind bijvoorbeeld wordt meegenomen. Dan kun je wat zwaarder gaan. Dan kun je er een loodgewichtje bij zetten. Nou, een onderste stoppertje. Daardoor dan, dan valt het... Dobbertje niet helemaal tegen het loodje aan. En eigenlijk gewoon een enkel loodje. Dit is 0,8 gram. Zo'n centimetertje of 12, 13 van de haak af. Haakmaatje 8 van Drennen. Een soort widegape modelletje. Daar heb ik gewoon hele goede ervaringen mee. Gebruik ik echt al jaren. Geen onderlijntje of wat dan ook. Gewoon het lijntje is soepel genoeg. Om, daar heb ik in principe geen onderlijn voor nodig. Nou, dit laatste gewichtje dat staat zeg maar zo op de bodem. En daardoor heeft hij, laat ik dit wat ruimer. Want dan heeft hij zeg maar hier wat meer de ruimte om niet gelijk met zijn vin tegen die lijn aan te komen. Daardoor krijg je gewoon aanzienlijk minder lijnzwemmers om dit wat langer te houden. Ja, en het idee is als die dobber omhoog staat en hij tilt als het ware het loodje op doordat hij het aas naar binnen zuigt. En dan gaat je pennetje omvallen. Want ja, dan moet je je voorstellen. Hij wordt als het ware op bodem gehouden door het loodgewicht. Dus dit staat strak. Zodra hij hem optilt, ja, dan valt je lijn natuurlijk slap. Dus dan gaat je pennetje ook liggen. Dus dat noemen ze opsteker. Zodra hij opsteekt, eventjes kijken wat hij gaat doen. Of je die lijn ziet bewegen. En dan is het bam, meppen die handel. En als hij hem natuurlijk mee verder neemt naar beneden en hij gaat gewoon zwemmen. Ja, dan trekt hij gewoon je pen onder. Dus dan zie je ook dat je beet hebt. Ja, daarvoor gebruik ik een, even kijken, maar eventjes zo ophalen. Ja, gewoon een lichte penhengel, 1,5 pond en een klein Daiwa moletje in de 3000 serie, zo'n GS 3000. En hiermee kan ik gewoon ook makkelijk hoge twintigers naar binnen harken. 1-0 voor mij, we gaan naar huis, het is mooi geweest. En dat penvissen is geweldig. Maar voor nu, gaan we opruimen en lekker naar huis. Zo. Goedemiddag allemaal. Daar zijn we weer. Ja, net echt een heel klein spiegeltje. Niet dat deze echt een buffel is of zo. Maar zo op het pennetje is het altijd mooi. Oh, deze zit best wel diep. Kijk, pakken we gewoon de dobber. Terwijl ik best nog wel rap aansloeg voor mijn gevoel, maar hou ik dat lijntje gewoon even een beetje strak. Pop, dan is hij er zo uit. Ja, en die wormen jongens. Die wormen die gaan me toch echt als de jekko. Ze vinden het heerlijk en dat blijkt maar. Zo, even de hengel wegleggen. Het zou heel karpie zijn als ik hem zo in mijn nek doe, maar jullie geloven het volgens mij wel. Dus ik leg hem gewoon eventjes hier naast me. Mooi visje. Echt typisch weer zo'n uitzettertje, maar helemaal mooi vol. Ik ga hem nu even laten zien. Hey, rustig aan, maatje. Zo, rustig aan. Rustig aan.
Ja, toch al best wel een gevecht gegeven. Hij is ijskoud. En zo voor januari dacht ik toch wel, dit is een hele mooie vis. Ja, weet je, voor op de pen is alles welkom. Maakt niet uit hoe groot ze zijn. Maar ik vind elke vis mooi. Punt gaaf Becky nog. Snel een paar fotootjes. En zoals gezegd mag hij weer lekker gaan zwemmen. Penvissen, januari op de wormpies. Kijk. We gaan natuurlijk niet alles zien, maar ja, is leuk op de pen, joh. Prachtig. Mooi visje weer. Mag weer lekker gaan zwemmen. Nou, heel klein visje op de wormen. Dikke visje van een paar kilo, dus die gaan we eventjes netjes onthaken en dan mag die weer lekker gaan zwemmen. Zo, goede middag allemaal. Ja, ik zit achter een speeltuin, dus dat geeft me wel wat geluiden her en der. Ik weet niet of de eye tracking mij helemaal pakt nu. Dan doen we even de zonnebril af. Anders ben ik ook zo onscherp. Ik moet toch met mijn ogen knijpen, want het is heerlijk weer. Ja, het is ook de perfecte dag als afsluiter voor het penvis in de winter. Het is begin maart. Het is ongekend lekker weer. Maart roert zijn staart, dat is echt waar. En ja, eigenlijk ga je met regen, stormen, wind, ga je gewoon naar heerlijk voorjaarsweer. Ik heb pennetje bij me. Perfecte plek om de video af te sluiten. En omdat ik geen laptop heb gehad, is het een beetje gokken. Heb ik voldoende beeldmateriaal? Kan ik er een goede video van maken? En daarom heb ik besloten om de reacties hieronder open te zetten. Mocht je nog vragen hebben over het penvissen in de winter of in het voorjaar, überhaupt penvisvragen, laat het me weten. Vragen die ik voor ben, zoals veel gebruikte aas. Wormen. Echt waar. Alle vissen die jullie in de video hebben gezien zijn 9 van de 10 keer allemaal op wormen. Dit zijn, moet ik het goed uitspreken natuurlijk, dendrobena's. Het is een wat grotere worm. Is verkrijgbaar bij Visaas Online. Dus super makkelijk. En het voordeel van die wormen is, het beweegt lekker rondom je haken. Het is bewegelijk. Die vissen die lijken het ook in vergelijking dan met mais. Als ze het opslokken, houden ze het vast. En ze spugen het niet zo snel uit. Maar ze zijn inderdaad wat groter van formaat. Nou, er zitten er volgens mij 100 stuks in zo'n bak. Dus daarmee kun je echt wel. Kijk, ik kan even een goede hand pakken. Daarmee kun je echt wel even gokken. Zo eentje op mijn broek. Haal me leven. Nou ja, goed. Die wormen die hebben me gewoon enorm veel vis opgeleverd. Ik zit nu op een vijvertje, dat is echt zo'n typisch buurtvijvertje, weet je wel. Waar ze mais ondertussen al een beetje kennen. Ja, dan is die worm is echt killing. En samen met de pelletjes, de kleine pelletjes, die ik nu niet mee heb. Hennep, ja jongens. 24 uur laten weken en dan 20 minuten goed aan de kook. En dan zie je dat je hier prachtige gekiemde hennep hebt. Super olierijk en je ziet het als je het in het water gooit, zie je al die kleine olievlekjes omhoog komen. Je ziet ook wanneer er een vis overheen ligt of oplicht, want dan zie je gelijk een heel oliespoor. Vooral met windstil weer is dat makkelijk te herkennen. Ja, en voor de rest, de hengel en de materialen zijn super makkelijk. Ik heb volgens mij jullie al wat verteld over het materiaal, maar vis gewoon lekker met een 12 voet hengeltje, klein molentje, lichtlijntje. Volgens mij zit er 2200, 23, ik weet het niet eens. Het is gewoon een lekker lijntje. Maar het penvissen in de winter, waarom ik het zo graag doe, is dat het je zoveel brengt. Je kan er zoveel van leren van penvissen. Je ziet de kleinste verschillen in het bodemverloop. Je kan op die wormen bijvoorbeeld op een totaal nieuwe manier op een wat drukker bevist water je vis vangen. Je kan het ook gewoon met maden doen. De haakjes zijn klein genoeg om ook gewoon maden aan te rijgen. Ja, ik heb dan wel geen echte buffel gevangen, maar mijn plezier neemt dat absoluut niet weg. En voor de mensen die mij kennen, jullie weten het, ik geef niet zoveel om grote vissen. Tuurlijk wil ik ze wel vangen natuurlijk, maar zoals hier, nu zitten, uit werk, eventjes een uurtje,
straks de kinderen ophalen. En ja, deze Penvis video afsluiten, dat doet mij zeer veel goed. Sorry voor de lange tijd geen uploads. Zoals jullie weten, mijn laptop was stuk, dus ik heb een aantal maanden niet geüpload. Maar dat ga ik natuurlijk dubbelend dwars met jullie goed maken. Zoals karpvis in de winter komt er nog aan op klein water. Tal van video's, het kanaal staat te wachten. Het roept met dit weer. Het roept, hey Ruben, kom naar het kanaal. Dus daar hebben we heel veel zin in. En dan zeg ik heel veel plezier. Heel veel plezier. Heel veel bedankt voor het kijken naar deze video. En abonneer natuurlijk als je dat niet hebt gedaan. Bedankt voor de 10.000 abonnees, jongens. Jullie zijn allemaal toppers. Op naar de 15.000. En daar voorbij. Ciao.